Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een video waarin ik allemaal nieuwe Catrice make-up ga testen. Dit is al volgens mij mijn derde Catrice video achter elkaar. Ik weet niet hoe dit is gebeurd. Het is gewoon toevallig zo gegaan. Jullie hebben ook in mijn laatste PR unboxing video gezien dat ik een heleboel producten heb gehad en besteld van Catrice. Dus ja, ik dacht ik ga ze gewoon allemaal proberen. Dus vandaar dat we nou eventjes heel random drie Catrice video's achter elkaar hebben. Maar dit is de laatste. Hierna is er weer een andere video. Ik heb dus weer een aantal producten. Het meeste is nieuw voor mij. Een aantal producten had ik al, maar die ga ik gewoon alsnog gebruiken. Maar overal is het meeste van wat ik vandaag ga proberen helemaal nieuw. En het is weer een hoop. En wat ik vandaag een beetje anders ga doen is dat het niet gewoon een normale testvideo is. Ik wil ook een soort van half mat, half glowy gezicht maken. En dan kunnen we aan het einde van de video zien wat we beter vinden. Een meer glowy make-up look of een meer matte make-up look. En dan kan ik jullie ook laten zien hoe je dus die twee soort looks kunt creëren. Ik hou altijd van een glowy gezicht, want ik heb een hele droge huid. Maar ja, heel veel mensen met een vettige huid bijvoorbeeld houden weer van een mat gezicht. Dus ja, zo kan ik gewoon iets maken voor iedereen. Dat is een beetje een leuke andere soort twist aan deze video. Leek me wel leuk om te doen. Maar overal gaat het gewoon om het testen van deze producten die allemaal nieuw zijn. En ik ben heel erg benieuwd, dus laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet het niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik ben vergeten om ringen aan te doen. Ik heb echt geen zin om weer terug naar beneden te gaan. Oké, ik heb hier alle producten. Het is echt een hoop. I cannot wait. Zo, wat ik dus net zei, wil ik vandaag zo'n half mat, half glowy gezicht maken. Dus dat gaan we doen zodra ik begin aan de gezichtsmake-up. Maar ik wil vandaag denk ik gaan beginnen met de ogen. Want ik heb echt een prachtig nieuw oogschaduwpaletje. Kijk even dit. Dit is het Catrice Daring Nude Eyeshadow Palette. En dit is dan de inhoud, een groot spiegel en 18 prachtige, beetje roze-achtige kleurtjes. Doet dit paletje jullie denken aan Huda Beauty of niet? Dit doet me echt denken aan een cliché Huda Beauty paletje. Ik heb er hier één. Ik heb hier het Huda Beauty Rose Quartz paletje. Het doet me echt een beetje denken aan dit paletje, maar de kleuren zijn wel echt een beetje anders. Kijk even dit. Je kunt me niet zeggen dat ze geen inspiratie hebben gehaald uit de Huda Beauty paletjes. Maar in ieder geval, dit paletje ziet er prachtig uit. Hij is ook een beetje aan de dure kant. 15 euro. Dat is, ja, een beetje duur voor Catrice. Ik hoop niet dat dit weer een ongoing trend gaat zijn waarin Catrice en Essence hun prijs weer gaan verhogen. Ondanks dat de kwaliteit dan vaak ook wel ietsje beter is, vind ik het toch wel fijn als betaalbare merken gewoon ook echt betaalbaar blijven. Anders is straks letterlijk gewoon alles duur. Maar in ieder geval, 15 euro is nog wel te betalen, maar wel een beetje duur voor Catrice. Dus ik verwacht ook dat de kwaliteit echt beter gaat zijn. Ik vind het er heel mooi uitzien. Ook wat aparte kleurtjes, zoals deze, van die swirl-achtige kleurtjes. Precies als Huda Beauty. Ze hebben echt goed nageaapt. Maar ik vind het er heel mooi uitzien. De glanzende kleuren lijken ook echt heel erg gepigmenteerd. Oeh, deze is mooi. Deze is ook een beetje zo twee kleurtjes. Zie je dit? Ik zie echt een beetje goud en roze. I love it. Heel erg mooi. Ik ben zo benieuwd. Ik wil hier best wel een heftige look mee gaan maken. Oeh, de swatches zijn wel een beetje poederig. Ik wil hier best wel een heftige look mee gaan maken. Als het lukt, als de kwaliteit goed genoeg is. Dus ja, dat gaan we nu gewoon proberen. Dus laten we inzoomen op de ogen. Daar zijn we dan. Lekker helemaal in mijn gezicht. Ik ga beginnen met het primer van mijn ogen. Daarvoor gebruik ik deze Essence oogschaduwprimer. Het lijkt nou echt alsof ik een wit masker op heb ofzo. Oké, laten we beginnen. Ik heb geen idee wat voor look ik ga maken, maar het wordt heftig. Ik ga ook wat tape aanbrengen, zodat hij mooi recht wordt. Ik ga beginnen met de donkste kleur in het paletje. Dat is deze hier beneden in de hoek. En die breng ik hier zo aan, vooral in de buitenste ooghoek. En dan trek ik het ook zo door in mijn arcadeboog. Ik ga niet helemaal naar binnen. Ik blijf echt ongeveer hier zo. Vooral in de buitenste hoek. Dan pak ik deze kleur hier. Dit is een beetje een matte cooltone kleur. En daarmee ga ik die donkere kleur een beetje uitblenden bij de randen. Nou, het blenden gaat echt super makkelijk. De kleuren blenden echt heel goed, maar ik mis wel echt een beetje pigment. Vooral deze donkere kleur had echt wel iets donkerder gekund. Dat wel, maar qua blending is het echt toppie. Dan ga ik iets doen wat ik al heel lang niet heb gedaan. En dat is een halve cut crease maken. Daarvoor gebruik ik ook weer gewoon deze Essence primer. Ik denk dat ik deze twee kleuren ga aanbrengen. Ik ga beginnen met deze onderste kleur vanuit de binnenste ooghoek tot aan het midden. En dan deze daarnaast. Oké, die eerste kleur breng ik zo hier aan. Echt tot ongeveer het midden, zeg maar. En dan helemaal zo vanuit de binnenste ooghoek. Het is een hele mooie lichtroze kleur. En dan daarnaast die andere kleur. Die is wat donkerder, zoals je kunt zien. Love it. En dan pak ik weer die donkerste kleur van het paletje. En dan ga ik die hier nog een beetje inblenden. Met die glanzende kleur, zodat ze mooi in elkaar overgaan. Dit is echt prachtig, jongens. Nou ga ik dit eraf halen, deze tape. En dat is altijd super satisfying. Oeh. Kijk hoe strak het is. I love it. Andere kant ook. Het is ook weer satisfying.
Oh jongens, I love it altijd. Fantastisch. Een beetje opruimen. Dit is dus fijn als je begint met je ogen. Dan hoef je geen rekening te houden met je gezichtsmake-up. Dan pak ik weer die donkerste matte kleur uit het paletje. En dan breng ik die ook een beetje aan op de onderste wimperrand. Dan vooral ook weer in de buitenste hoek alleen. En dan ook weer uitblenden met die wat lichtere matte kleur. Basically gewoon de twee matte kleuren die ik heb gebruikt. Breng ik nou ook aan op de onderste wimperrand. Dit ging echt goed. Ik mis een klein beetje pigmentatie. Maar het is al met al wel gewoon oké. Ik vind het heel mooi. Het is echt heel mooi geworden. I love it. Oké, ik ga even mijn ogen afmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we beginnen aan mijn gezicht. Ben ik weer. Ik heb wat neppe wimpertjes opgedaan van A Baby Doll. Te koop bij de Primark. In de stijl 773. Ik ben niet heel blij met hoe ze eruit zien. Ze hangen een beetje omlaag. Dat vind ik een beetje vervelend. Maar whatever, ik heb geen zin om weer opnieuw te plakken. Oké, dan ga ik nu beginnen met het gezicht. Zoals ik al zei, ik ga dus de helft mat maken. Deze kant wordt mat en deze kant wordt glowy. Een super makkelijke manier om een glowy of een matte basis te creëren is door primers. Dus ik ga de twee gebruiken. Voor de matte kant ga ik de Catrice de Mattifier All Control Primer gebruiken. En voor de glowy kant ga ik de Catrice Shine Bright Carrot Face Oil gebruiken. Dit zijn twee perfecte producten voor de looks waar ik voor ga. Een gezichtsolie vind ik echt altijd fantastisch. Dat geeft je echt top glans op je gezicht. En deze is ook heel fijn, want dit gaat je gezicht mooi mat maken. Ik ga beginnen met de matte kant. Beide producten heb ik nog nooit gebruikt. Ik ben vooral enthousiast over de olie, want ik hou altijd van een goede gezichtsolie. Een tip als je ingaat met een matte primer die echt mat is, zoals deze, is je hoeft het niet per se aan te brengen ook over je hele gezicht. Als je gewoon wat vettige plekjes hebt, zoals een vettige T-zone of whatever, breng het dan gewoon alleen maar daaraan. Ik ga het nou wel gewoon overal aanbrengen. Deze is heel fijn. Hij voelt niet zo dikkig aan als een heleboel andere matte primers. En hij maakt echt mat. Vooral hier zo bij mijn voorhoofd is het gewoon echt helemaal mat geworden. Ik vind het echt vooral fijn dat hij niet zo droog aanbrengt. Oké, en aan de andere kant deze gezichtsolie. Ik doe altijd schudden. Ik weet niet of dat moet, maar whatever. Deze is ook geschikt voor de gevoelige huid. Oeh, hij ruikt ook echt heerlijk. Love it. Nou, ik denk dat ik niet het verschil hoef uit te leggen. Zoals je kunt zien is er echt een groot verschil. Hier is het helemaal glowy glanzend. En hier is het gewoon echt helemaal mat. Wat een verschil. Vooral hier bij het voorhoofd zie je heel goed verschil. Kijk hier hoe vettig het lijkt. En hier hoe mat het is. Dat is echt een groot verschil. En met welke foundation je ook ingaat, je gaat het er echt gewoon doorheen zien. Deze kant gaat gewoon echt glanzender blijven dan deze kant. Oké, ik laat dit even een beetje intrekken. Dan ga ik mijn gezichtsmake-up aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Mijn gezichtsmake-up zit erop. Foundation, concealer, poeder en neuscontour en that's it. Ik zie nog steeds echt een verschil in de helft van mijn gezicht. Deze kant is echt nog steeds veel meer glanzend. Vooral hier zo is het goed te zien. Terwijl hier is het echt helemaal mat. De make-up bracht iets beter aan op de glowy kant dan op de matte kant. Maar dat komt ook omdat gewoon een matte primer niet geschikt is voor mijn huidtype. Want ik heb een normaal te droge huid. Dus hier werd het een klein beetje stroever dan hier. Maar voor de rest, het ziet er echt prima uit. Dan ga ik nu mijn gezicht bronzen. En ik heb twee bronzers van Catrice. Deze twee in glanzende en een matte. Voor de matte kant ga ik in met mijn Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder. En voor de glanzende kant ga ik in met mijn Catrice Sun Lover Glow Bronzing Powder. En een matte en een glowy bronzer. Deze matte bronzer heb ik al. Deze is super duper fijn. Dit is echt een van de fijnste betaalbare bronzers die ik heb. En deze is nieuw voor mij, dus ik ben heel benieuwd of hij echt mooi glanzend gaat zijn. Ik ga beginnen met deze matte. En die gaat dus alleen maar hier aan de matte kant. En dan ga ik nu in met deze glanzende bronzer. Ik ben echt heel benieuwd hierna. Ik hoop dat hij niet te glanzend gaat zijn. Oh, deze is ook mooi. Deze is inderdaad wel echt glanzender. Zie je dat? Deze heeft echt een glow. Ik moet zeggen, ik ben altijd iets meer een fan van matte bronzers dan glanzende bronzers. Maar op zich is deze wel gewoon mooi. Hij is niet te glanzend. Maar je ziet zeker wel echt een glans. Ik heb hier ook nog een matte poeder. Dit is de Catrice All Matte Shine Control Powder. En ik ga deze aanbrengen op de matte kant om mijn gezicht nog wat matter te maken. Zoals je kunt zien heeft hij dus geen kleur. Het is gewoon een transparante kleur. Ik ga er ook vanuit dat hij niet zo een witte waas achter gaat laten. En er staat op dat dit ervoor gaat zorgen dat je 12 uur mat blijft. Hij viel gewoon uit mijn hand. Ja, deze maakt zeker mat. Wow, dit heeft echt een stuk matter gemaakt. Zien we dit? Ik ben in shock. Het laat ook echt absoluut geen witte waas achter. Dat is top. Ik ben echt impressed met deze. Oké, dan blush. Ik heb geen nieuwe blushjes ontvangen van Catrice. Dat is wel jammer. Dus ik ga gewoon twee blushjes gebruiken van mezelf. Ik ga hierin met deze matte blush van Flower Beauty. In de kleur Wild Rose. Fel roze. En aan de glanzende kant deze blush van Too Faced. Deze ook heel fel roze en echt super glanzend. In de kleur Butterfly Babe.
Oké, dan wat highlighter. En dat ga ik alleen maar doen bij de glanzende kant, want de matte kant moet mat blijven. En ik heb deze van Catrice. Dit is de Catrice Glow Lover Oil Infused Highlighter in de kleur 010 Glowing Peony. Peony, als ik het goed uitspreek. Ik weet niet eens. Ik weet niet zeker, maar volgens mij heb ik deze highlighter al ooit gehad en vond ik hem niet zo fijn. Het is ook absoluut niet een kleur waar ik normaal voor zou gaan, maar oké. Ja, nee, deze is niet zo mooi. Ik wist al wel. Ik herinner me echt vaak dat ik deze al ooit heb gebruikt en hem niks vond. En ik vind hem nog steeds niks. Maar oké, ik ga het gewoon wel een klein beetje aanbrengen. Een heel klein beetje op mijn neus. Oké, dan de lipjes. Ik ga in met deze Matte Liquid Lipsticks van Catrice. Dit is de Catrice Matte Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipstick. Deze moet dus 12 uur goed blijven zitten. Deze heb ik vast wel ooit gebruikt, maar ik herinner me niet meer. Ik heb twee kleuren, rood en roze nude. De rode kleur is 110 Perfectly Imperfect en de roze kleur 140 Dare to be Bold. Ik heb al een hele heftige ooglook op, dus ik ga voor de nude kleur. Oké, mooie kleur. I like it. En dan voor de glanzende kant ga ik er nog overheen met deze lipgloss. Dit is de Catrice Plump It Up Better Than Fake Lips Volume Gloss. Deze had ik ook al en deze is echt fantastisch. Een hele mooie clear gloss. Deze ga ik aanbrengen alleen maar op de glanzende kant. Dit ziet er nou zo raar uit. Zo de helft glanzend en de helft mat. En dan heb ik als laatste nog een fixing spray. Dit is de Catrice Shake Fix Glow Spray. En dit is een glowy fixing spray. Dus ik wil die alleen maar aanbrengen op deze helft. Ik hoop dat het gaat lukken. Even kijken. Ik denk dat ik gewoon dit paletje zo hiervoor ga houden. Nou mensen, wat vinden we ervan? Ik ben echt zo blij met deze make-up look. Vooral de ogen, die zijn echt prachtig. Ik ben echt wel impressed met het paletje. Ik vind het echt wel een goed paletje. Welke kant vinden jullie het mooiste? Deze mooie matte kant? Of ben je meer van deze glowy kant? Let me know beneden in de reacties. Ik persoonlijk kan echt niet kiezen. In het begin, toen ik mijn gezichtsmake-up aan het doen was, vond ik de glanzende kant beter. Omdat die gewoon iets beter aanbracht. Maar nu op het einde, nu ik er zo naar kijk, vind ik de matte kant ook wel heel mooi. Die matte kant is gewoon heel clean, heel schoon. En die andere kant is heel mooi glowy en wat heftiger. Ik kan eerlijk gezegd echt niet kiezen. Ik vind het allebei wel iets hebben. I like it. Het is echt goed gegaan vandaag. De producten die ik jullie echt aanraad is dus dit paletje. Deze vind ik echt heel mooi. Ik vind beide bronzes ook echt geweldig. Hele mooie bronzen. De lip producten zijn ook fijn. Het enige wat ik niet zo vond is deze highlighter. Voor de rest, oh ja, en deze matte poeder. Oh my gosh, hij heeft mijn gezicht echt goed mat gemaakt. Als je een goede matte poeder zoekt, dan ben je daar echt heel blij mee. Dus al met al is het echt wel goed gegaan. Ik hoop ook dat jullie het leuk vonden dat ik zo'n helft-helft look heb gemaakt. Dat heb ik niet heel vaak gedaan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!